Dus ik heb mijn motor laten reviseren. Hij start weer als een tierenlier. Je moet meer gas geven. Matten erbij gekregen. Nou, ze hadden er beter een sleepkabel bij kunnen doen, niet? Jantje! Jantje, kom eens hier. Pak eens even je vader zijn check, ligt binnen. Oh ja, Gerard, waar ligt het? Het ligt op het rooktafeltje, dacht ik. Oh, op het rooktafeltje, kan je vinden? Kijk uit wat je doet, je gooit alles op. Voorzichtig, dan ga ik uit voor die antieke vaas. Wat is de scheep? Blijf. Kijk uit, die boekenkast valt op. Dat is te gek, joh. Die heavy rockband, de heavy metal boys, die gaan een concert geven bij de Grote Plas. Oh, daar zijn ze. Zeg, zeg hij, te gek, zeg hij. Dat sloeg even in als een bom, zeg. Wat zijn die gasten goed. Was dat nou voor een ding? Wat zou dat zijn? Hallo, jongetje. Jongetje, neerleggen dat. Dat is een handgranaat, hè? Hallo, jongetje. Jongetje, voorzichtig, dat is een handgranaat. Heel gevaarlijk. Waar vond dat ding? Moet ik naar u toe gooien dan? Nee, niet hier naartoe gooien. Nee. Zeg nog niet gooien. Oei. Mijn man is doodzalver. Daar word ik helemaal hysterisch van. Hij wil altijd maar voortdurend zelf alles verbouwen. Ik zeg, laten we er nou een vakman bij halen. Nu is hij met de slaapkamer bezig. Ik zit toch voor gek, wat een zootje. Hè? Als hij nou met de keuken gaat beginnen, ga ik naar mijn moeder. Zo, slaapkamer is klaar, nou gaan we aan de keuken beginnen. Ik ga nu mijn koffers pakken. Ik ga naar de doe-het-zelfzaak. Hoppa! Hey, moet je kijken wat ik kan, hé. Hey. Moet je opletten wat ik ga doen, nou. Let op, hoor. Hop, hop, één, hop, één, hop, hoppa, hoppa. Goed, hè, Vini? Ja, je is inderdaad heel aardig wat die aardig deed. Heb je dat gezien, Gerard? Gerard. Die aap daar aan de overkant, die ging over het water met een touw. Oh, ik heb niet gezien. Nee, ik heb niet gezien. Trouwens, smerig uit, zeg, vergeleken bij mij, zeg. Bah, je moet eens naar de dokter gaan. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilden van de kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Bellen? Wie ga je bellen? Nee, je kan het Wereld Natuurfonds niet bellen. Oh, daar ben u alweer. Het Wereld Natuurfonds, ja, ik kan ook wel bellen, maar het is leuker als u lid wordt van het Wereld Natuurfonds. En dat kan heel eenvoudig als u 27,50... Was het 27,50? Ja, was 27,50. Overmaakt op Giro 25... in Zeist, de namen van het Wereld Natuurfonds. U mag ook de namen van Sabine doen, maakt niet uit, komt er altijd aan. Als u het daar ergens in een borst neergooit, is het ook goed. Er zijn altijd mensen die dat even bij het Wereld Natuurfonds willen brengen. U het doen. Dank u wel.